Deze week hebben we het over de Olympische e-sports die eraan komen. We hebben het over Xbox 360 en Xbox Game Pass. En heb jij Uncharted gespeeld? Ja! Ik heb nog 79 uur om op te nemen. 79 uur? Dat halen we net, denk ik. Ja, wordt krapper. Ja, we hebben 2 afleveringen vandaag, hè? Ah ja. Als je nou zeg maar hier beneden kijkt en je ziet 79 uur te gaan, dan hebben we echt een hele lange podcast erop zitten. Kan je dat niet instellen in je container? 3,5 dagen ongeveer. Nou, ik denk een beetje het probleem is dat het als er 79 uur staat, dan ben je waarschijnlijk wel op de hoogte dat die later is. Dan weet je al dat er iets niet in zeg maar sluit. En dan zouden we zeg maar nu ook live zijn met deze podcast, want we gaan live streamen. Yeah! Hey! Nee, ik niet. Nee, jij niet. Nee, jij bent onderweg naar Engeland. Ja, hij wordt vervangen. Ja, hij wordt vervangen inderdaad. Ja. We hebben Otje die doet mee. Yes. Ja, en we gaan Sea of Thieves spelen. Good old Sea of Thieves. Ja, ik heb een spin a while. Een throwback is dat. Ja. Dat, maar ik heb hem geïnstalleerd en ik schrok even van de install size. Want de install size was voorheen was dat volgens mij iets van 40, 50 gig. 109. Wat? Ja. Ik weet niet wat ze met die game gedaan hebben. Oké, okay, na deze podcast moet ik duidelijk even die download aanzetten. Ja, ik zei ik flasvezel, dus ik ben 10 minuten binnen. Ja. Maar het was zelfs van, oh, fuck. Oh. Dat is even ze hebben mijn grafische wel redelijk opgepoetst. Want ik zag aan de settings die ik kon zetten. Nou, oké, okay, ik ben heel benieuwd. We gaan het zien. Dus dat we gaan vanavond doen. Dus als je het luistert op release, gaan we vanavond live. Mocht je daar wat hoogte willen zijn, belletje. Dan krijg je er ook een melding van. En ook waarschijnlijk staat die stream al live of zo. Ja, ja. Hij staat hier, denk ik. Dus als je daarop klikt, dan kun je er ook een melding van krijgen en zo. Super chill. Dat en natuurlijk 9 augustus is onze pubquiz. Oh, daar kun je 6 kaartjes verkopen. Link ook in de show notes. Zowel op YouTube als op Spotify, als op waar je ook wil. Staat ook in de Discord staan nog links daarvoor. Als je meer informatie wil, vraag het ook vooral aan ons op de Discord. De pubquiz zijn 8 rondes. 7 uur begint het, 7:30. In ieder geval 7 de deur op, 7:30 is beginnen we. 8 rondes, dat doen we met z'n vieren. Daar zijn we wel allemaal bij. Jongens, ja, oké. Okay. Nee, kom er nog maar. Nee. I swear to God. Dus, nee, maar 9 augustus is de pubquiz. Wat ik zeg, het is 5 euro entree. Je krijgt een gratis drankje bij. Dus eigenlijk heb je je entree al bijna uit met die drankprijzen van tegenwoordig. Dus dat scheelt ook. Hoef je niet eens voor te winnen? Nee, precies. Je kan inderdaad prijzen winnen. Je kan prijzen winnen van onder andere. Oh, die had ik even moeten pakken. Die staat beneden. Of is het een verrassing? Ja, het is een verrassing. Ja, het is een verrassing. We hebben dat ook is geen verrassing. Die hebben we al medailles. Vorige week laten zien. Precies. Voor mijn licht overal verdeeld nu. Dus ik moet ze wel bij elkaar helpen. Ik moet ze ook even in die tas doen. We hebben alleen 2e plaatsen nog. Zeg? We hebben alleen nog 2e plaatsen. Ja, de eerste ligt daar volgens mij. Hoop ik. Ergens. Ja. In ieder geval 2e van of zo. Maar zo de prijs van Bethesda, van Gigabyte, van Dynamo. Er staan van alles tussen. Dingen van Starfield, van Doom. Aorus, Gigabyte, die hebben wat zomerdingen gesponsord ook. Dat is ook heel leuk. Dus kom vooral langs. Ook trouwens heel grappig. Ik kreeg zeg maar zo van, er zitten allemaal zomerdingen tussen. En een sjaal. Dus, top. Voorbereiding. Op zich wel met deze zomer die we het nu toch gehad hebben. Een paar dagen later. Anyway, nergens. Dynamo Eindhoven. Tickets in de show notes. 7:00 deur, 7:30, 8:00 beginnen ongeveer. Minimaal 2 mensen, maximaal 5 mensen per team. Anders dan gaan we dan allemaal losse tafeltjes krijgen. En dan wordt het heel druk in de zaal. Haal je ticket, kom erbij. Het is voor 11:00 klaar. Dus als je een trein naar huis moet hebben, dan zou je dat nog makkelijk moeten halen. Dus doe mee, is gezellig. Heel gezellig. Ja. Zeker weten. Dus dat, en welkom bij een nieuwe podcast. Hey. Ja, we dat was echt de meest heftige cold open die we gehad hebben in tijden, volgens mij. Ja. Ja. Ook wel mooi. Nice. Hey, godsamme, ja, we hebben natuurlijk vorige week nog gezeten met de reguliere podcast. Dat gaan we nu weer doen, en dan hebben we straks een andere. Dus het is even een beetje dus schakelen voor ons. De podcast niet te verwarren met de reguliere podcast? Nee. Vorige week was een soort van inhaalpodcast. Ja. Sure. Een interbellum. Heb je een quiz gemaakt? Ja. Okay. Hey. Ja, een hele leuke quiz. Oh, ja. Dan moet je sowieso tot het einde kijken of luisteren. Maar goed, wat hebben we deze week allemaal gespeeld? Weet je, ik ga hem weer aftrappen. Oh, hey. Want ik heb dus heel veel dingen gespeeld die hij me aangesmeerd heeft. Zijn dat die dingen die je vorige keer in de podcast al hebt gekocht? Ja. Ja, nee. Okay, check. Ja, Maar voordat ik heb ook D&D gespeeld. Leuk. Gamen, maar doe je dat online? Of? Ja, doe het online samen met mijn vriendin en 2 vrienden van haar. Een van ons is de Dungeon Master, Aaron. Die doet ook al 25 jaar of zo. Ja. Heel lang. Echt oude rot in het vak. Maar die zijn echt begonnen als kinderen met D&D. Leuk. En zowel Aaron als Steven zeg maar, die erbij zitten, die zijn dus opgegroeid samen ook met D&D. Dus die zitten er ook lekker in. En ik ben nog steeds met mijn character, met mijn high elf, die daadwerkelijk high is. Die ben ik er steeds mee bezig. Maar ik ben mijn character een beetje aan het progressen. En op een of andere manier kwam het op een gegeven moment zo dat we de karakter van mijn vriendin, Rudy, die deed op een gegeven moment een Thunder Wave een kamer binnen om de enemy te verslaan.
Als je een beetje weet hoe een Thunderwave werkt, dan weet je dat alles in die kamer aan gort is. Dus er lagen wat ooit gold pieces waren, was nu dust. Ja. Dus ik heb de dust opgepakt en in mijn zak gestopt. En opgerookt. En nee. Oh. En de volgende enemy die we kregen, mijn bonus action, heb ik dus een pocket sand gedaan. En een net 20 gerold, waardoor die enemy blind was. Ja. Dus met disadvantage moest rollen. Waardoor we die enemy dus gewoon keihard gerold hebben. Nice. Dus mijn pocket sand. Voor de mensen die King of the Hill kennen. Super. Maar door mijn pocket sand moment is het dus nu een ding geworden dat ik gewoon altijd pocket sand heb. Of ja, pocket dust. Ik heb nou pocket ash, pocket gold dust en pocket sand. Gewoon een hele collectie in zand. Leslie's een high elf is gewoon met vegen een blikje gewoon door het level. Ja, precies. Alles op en draaien. Ja. Netjes. Ja, precies. Nee, dat. Doe dat trouwens op D&D Beyond? Of, mijn character sheet is D&D Beyond. Onze DM die doet via Tabletop Simulator heeft hij een kaart. Oh, ja? Waardoor hij onze characters zeg maar, door het level heen laat lopen en zo. Is echt heel cool. Hij heeft een soort van obscura gedaan. Zo een kaartje overheen wat je nog niet kan zien en zo. Is echt heel slim gedaan. En hij heeft ook zijn eigen pointer natuurlijk. En ook alle enemies die uit het boek komen, die heeft hij dus ook geïmport naar Tabletop Simulator. Waardoor je dus gewoon die plaatjes daarin kan zien. En dan zie je ook meteen wat je voor je ziet. Een beetje hoe groot het is en zo. Dus echt heel cool. Nice. Ik zal voor een keer een screenshot maken. Ja, dan zie je daar heb je iets beter beeld van. Dat is wel wat meer immersive dan als je alleen een verhaal voor je hebt. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook wel tof. Hè? Alleen een verhaal voor je. Alleen dat omdat je met z'n vier online, weet je, dat is een stuk lastig, ook soms wat moeilijker te volgen. Allemaal redelijk neurospicy, dat helpt ook niet mee. Maar dan werkt het wel heel goed als je naar de soort van visualisatie hebt van dit is de dungeon, hier moet je doorheen, even, zo zit het eruit. Even een anchor, ja. Ja, het is echt heel tof en ik ga er echt zoveel plezier daarin. Ik mag volgende week weer. Ja? We hebben een hiatus van 3 maanden gehad, omdat niemand kon, want we zijn allemaal oude zakken met gewoon banen en huwelijken en dat soort dingen. Ja. Dus. Overigens wel een keer site om een keer een mod die misschien een one-shot te doen of zo. Ja, dat lijkt me wel vet. Ja, ik ben erbij. Of live. Live? Ja, kan ook, zeker. Dat is een goed livestream idee. Ja. Ja? Dat lijkt me heel vet. Lijkt je dat leuk? Laat het vooral weten in de comments. Ja. Maar dan kan ik even aan iemand vragen die eventueel een one-shot heeft. Of we kunnen natuurlijk meerdere keren. Maar dan moeten we dat gewoon goed uitplannen. Ja? Dat we dus een campaign van 5 dingen doen, was ze? Ik heb dat nooit gedaan, hè? Maar ja. Ik ook niet. Hey, voor iedereen geldt dat er een moment was dat ze het nooit hebben gedaan. Precies. En vragen stellen mag gewoon. En, voor mij was het ook echt de eerste serieuze campaign die ik nu doe. Ik heb vooral one-shots gedaan. En ik ben één keer uit een D&D-sessie getrapt dat ik te veel grapjes maakte. Ik denk dat het goed is om dan wel even een session 0 te doen. Even... Ja, laten we eerst de verhoudingen. Maar ook even samen een soort van one-shot campaign doen voordat we dat soort dingen doen. Ja. En als je wil dat we dat livestreamen, dan... Kan zeker, dus laat het vooral weten als je dat vet vindt. We hebben even session 0 nodig voor de session 0. Om even, tuurlijk. Ja, even mentaal voor te bereiden. Ja. 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 En gewoon Critical Role luisteren, dan kom je al een heel eind. Dus. Ik ben eindelijk bij. Ja, en ze komen met een nieuw seizoen. Ja, je bedoelt animated series, of? Nee, Critical Role komt zelf met een nieuwe... Ik had niet verwacht dat ze de Money Train zouden stoppen. Nou ja, er was op YouTube was er een aankondiging van. Ja. Nee. Anyway, dus D&D gespeeld. Fucking leuk. Verder... Fox Machina naar gezien, helpt hè? Ja, helpt ook wel. Ja, zeker. Verder, Bounty of One. Die game die Gijs me aangeraden heeft. Ja. Heel veel gespeeld. Super fijne Steam Deck game. Wat voor game was het? Het is een soort Vampire Survivors-achtige game. Natuurlijk gewoon zo'n bullet hell idee. Alleen het is een beetje een cross tussen een bullet hell en een soort van tower defense-ish. Mm-hmm. Want je moet stilstaan. Anders schiet je niet. Het ligt aan welke characters je hebt. Ja, klopt. Je hebt de characters die wel schieten als ze lopen. Je hebt characters die upgrades krijgen, waardoor ze het wel kunnen. Maar in eerste instantie is het gewoon belangrijk om stil te blijven staan, zodat je dingen kan schieten. Ik ben er bijna doorheen. Ja. ik moet nog één ding unlocken. En voor de rest heb ik mijn... ik kan nog tot level 50, zeg maar, mijn ding omhoog gooien. Dat vind ik heel flink. Maar het is leuk. Het is nog wel heel erg barren. Mm. Als zijn, je hebt eigenlijk maar 2 levels. Je hebt het base level en je hebt de Railroad, wat eigenlijk een beetje... Ja, dat is de DLC. Ja, dat is al de DLC. En dat lijkt een beetje op de inlaid library van Vampire Survivors. Het lijkt ook heel erg op gebaseerd te zijn in die zin. En ik snap het wel. Maar af en toe denk ik ook van weet je, copy my homework, but... Make it different. Ja. Maar het is een schijnige game. Voor mij was ik heb iets van 3,5 euro betaald zo, met DLC erbij. Ja, dat is ook vaak met die games. Hè? Dan vind ik het de moeite waard. Ja. Hij is full price wel iets meer nu na de sale. Of dat de moeite waard is, dat weet ik niet zo goed. Maar voor die paar euro is het echt een hele leuke, vermakelijke, kleine game. Ja, precies. Nice. Dat is leuk. Verder, Dungeon Crawler. Oh, ik geloof dat ik daar echt achterin in heb gezeten. Dat snap ik. Leuk, jongen. Ja. Oh, ik ben helemaal psyched voor die game.
Ik heb zoveel gespeeld. Ik vind het zo vet. Op een gegeven moment... Want, Dungeon Crawler, voor mensen die het niet weten, die vorige week niet geluisterd hebben. Dungeon Crawler is eigenlijk een dungeon crawler. Ja. Dus je gaat echt van fight naar fight naar fight. En tussendoor heb je dan chests en upgrades die je kan doen. En normaal heb je natuurlijk gewoon cards die je kan poelen. Of bepaalde wapens die je kan doen. Of bepaalde acties. In dit geval heb je dus gewoon een crane game. En dan moet je dus iets oppakken uit een bak. Dat kan een zwaard zijn. Dat kan een dolk zijn. Dat kan ook een schild zijn. Om voor je armor omhoog te pushen. Dat kan poison zijn. Dat kan health zijn. Van alles. En naarmate je maar meer enemies verslaat, krijg je meer upgrades. En uiteindelijk ga je dus door de hele baan heen. Oh my god, zo verslavend. Ja, mooi hè. Echt. Jij hebt ook gespeeld? Nee, ik heb meerdere video's ervan gezien. Ik heb zoiets van, ik wil het eigenlijk zelf niet spelen, omdat ik het, die video's ervan, die zijn zo leuk. Demo en van, ik weet... Ja, de demo is gratis. En dat heb ik best wel veel spelen. Want de game zelf komt pas Q4 uit volgens mij. Do it. Dus maar het is echt een hele vermakelijk iets. En je merkt ook in de eerste paar keer dat ik dacht van... wat de fuck ben ik eigenlijk aan het doen? Ja. En je hebt geen vaste upgrades. Maar je hebt geen upgrades die je mee kan nemen naar een volgend potje of zo. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment snap je wel iets beter hoe je tactics werken. Van ja. Oké, dit character is hier heel fijn voor. Dus dan kan ik dat beter upgraden. Dit character werkt heel goed met bijvoorbeeld metaal of juist met hout. Of je pet die je bij werkt heel goed. Je begint op een gegeven moment wel een soort van tactiek te krijgen. Waardoor ik ook daadwerkelijk bij de laatste baas ben gekomen. En op 2 helft na. Mm. En ik had te veel poison op me zitten. Dus het ging dood. En het was... Ah, ja. Nieuw potje. Ja, dus echt heel leuk. Dus check het vooral. Het demo staat op Steam nog steeds. Het is veel te verslavend en heel gevaarlijk. Ja, dat wel. Dus dat. Verder heb ik nog de Settlers New Allies gespeeld. Daar had ik vorige keer al even over. Oh, daar was je begonnen, ja. Ik heb Settlers vroeger heel veel gespeeld. En voor mij was het toch even van, hoe moest het ook alweer? Hoe moest ik ook weer het landje inpikken? En uiteindelijk, voor mijn gevoel, kon je vroeger gewoon het landje inpikken en kost het alleen maar tijd. Maar tegenwoordig kost het ook materials. En dat was niet helemaal duidelijk aangegeven, zeg maar. De game is niet de communicatie-wise niet de beste game. Mm-hmm. Ook toen ik even een paar dingen ging googlen, van, hoe zit het ook alweer? Hoe moet het ook alweer? Iedereen op Reddit ook van, ik sta niet van te kijken dat ze dat niet uitleggen. Want ik heb de tutorial gespeeld, hè? Mm. Wordt niks over verteld verder. Dus het is een beetje zoeken. Het is wel leuk, maar het is ook wel... Ja, het is af en toe een beetje vervelend. Want dan ben je dus best wel ver vooruit. En op een gegeven moment zijn materials op. Mm-hmm. Maar je hebt die materials nodig om nieuwe dingen te kunnen maken... zodat je dat dichterbij kan zetten. Want de weg van het bos naar jouw woodcamp, zeg maar, is dan te ver. Maar ja, je kan dat ding niet slopen, want dat kan weer niet. Dus je moet een nieuwe bouwen. Alleen dan heb je dus hout voor nodig. Maar dan kun je dus niet halen, omdat het hout te ver weg staat. Je bent gesoftlocked dus. Ja. Ja cool. En dan heb je er al zeg maar een anderhalf uur in zitten. En denk je, godverdomme. Dus dat was een beetje jammer. Verder Division 2. Dus over callbacks gesproken. Ja. Dus de nieuwe season is uit. De nieuwe Manhunt is ook al een paar weken gegaan. Ik heb de eerste 2 delen nu gespeeld. Mm-hmm. Gewoon lekker op mijn gemakje erheen gegaan. Is echt heel, heel leuk. Het is gewoon weer gewoon lekker Division. Het is gewoon chill. Het is nooit af en toe zelf. Ja. Gaat nooit echt over heftige dingen of zo. Het is gewoon leuk. Ik ben wel benieuwd naar de Manhunt van deze keer. Want dat gaat weer over Aaron Keener. Voor de mensen die dat niet weten. Het is wel spoiler van een 6 jaar oude game. Maar Aaron Keener... Ja, ook. Ja, Aaron Keener is misschien niet zo'n hele leuke jongen. Misschien. Maar misschien ook wel. Wel creatief. Maar of hij nou wel een leuke jongen is of niet, dat weten we nog steeds niet. En dat is een beetje maf. Dat lijkt echt een evil bastard. Maar het lijkt nu weer een beetje... Anders. Dus, I don't know. Er zijn heel veel twist. Nou ja, heel veel zeg maar verraders die ze andere mensen weer verraden en daardoor weer verraders zijn dan van jouw goede kant staan. The enemy of my enemy. Dus de double cross. There's more than meets the eye. Ja, maar echt wel leuk. Dat is zwak worden. Ja, en als je niet het verhaal niet interesseert, kun je gewoon schieten en dan is het ook prima. Ja. Sponge enemy, let go. Dat. En ik heb Play-Doh verder gespeeld, want ik denk, als we weer een Play-Doh gaan doen, wil ik wat verder progressen. Wat nieuwe dingen. Ik kan hamburgers maken. Oh, nice. Hey. Ja. Slatermaat? Zeg je? Slatermaat? Nee, dat zijn uiteindelijk hamburgers zonder iets nu. Ah. Je kan uiteindelijk weer upgraden met allemaal toppings en zo, maar... Slatermaat sla. Slatermaat sla. Okay. Nee, ik had een hamburger tent en ik had een orange tree. Want als aperitiefje kunnen mensen dan orange slices bestellen. Ah. Geen idee waarom, maar het kan, het werkt, het is leuk. Hm. Dus okay. Ik zou dat niet als aperitief kiezen, maar... Nou ja, mensen... Je moet jelletje misschien. Play-up wel. I don't know. Cool. Maar dus ik heb wel wat dingen verder aan dus als we weer een keer gaan, dan... In Play-up kan je ook een bordje sla bestellen. Ja, dat is waar. Ja. 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 Zonder dressing of iets erbij. Ja, dat is ook waar. Ja. Dat is een budget oplossing. Ja. Ja, zeker.
Ja, tof. Dus dat een beetje. Ja, ik heb voor week. De rest ja, een beetje belateren tussendoor, maar dat vertel ik niet eens meer mee. Vanzelfsprekend. Oh, en ik heb Overwatch 2 gespeeld. Hey! Iedereen maakt fouten. Ik had een paar potjes gespeeld. Ik denk, oh, kijk hoe het er al een beetje aan toe is tegenwoordig met de Summer Games en Transformers en zo. Oh ja. En je gauw gewoon een paar potjes in. Ik heb die Summer Games heb ik niet eens gedaan. Ik had er helemaal geen zin in. Ik denk, als ik Rocket League wil spelen, ga ik ook Rocket League spelen. Ja. Nou, een paar potjes gespeeld. Was leuk. Het is leuk om gewoon nog steeds. Mijn MMR is echt heel laag. Mm-hmm. Waardoor ik als healer altijd carry. Zeg maar, ik heb vaak de hoogste damage en de hoogste heal. Ja. Dus dat is altijd wel geinig om daar een beetje mee rond te lopen. En dat voelt dan ook weer alsof ik goed bezig ben. Terwijl ik waarschijnlijk ergens in silver zit, weet je. Welke character? Moira? Nee, Anna nog steeds. Ah, Anna. Ja, nice. Ik vind Anna nog steeds leuk om te spelen. En gewoon mikken en klikken is gewoon nog steeds vet. Dus dat. Anyway. Nice. Cool. Heb je ook Overwatch gespeeld? Ik heb ook Overwatch gespeeld. Zou ik niet aankomen. Sterk nog, ik kwam gisteren thuis van een weekendje weg. Ik dacht van, ik heb niet gegamed sinds laatste podcast. Ik moet nu even Overwatch opzetten. Wat een agressie kwijt. Ja. Ook. Maar dat gaan we niet op deze podcast bespreken. Nee. Overigens Mainz en Koblenz. Leuke steden. Ja. In Duitsland. Check. Dat was mijn weekendje weg. Oké. Okay. Ja. en ik kwam terug bij Overwatch gisteren dat we opnamen. Overwatch gespeeld. Overwatch heeft recentelijk een grote patch gehad waarin ze de tanks sterker maken. En ook echt flink. Gewoon even op 11. En dat heeft met allerlei damage reduction dingetjes te maken. Maar je hebt nog maar één tank in Overwatch 2 waar je voorheen 2 had. En je bent nogal het mikpunt. Dus ze hebben het mikpunt wat zeg maar robuuster gemaakt. Ik heb nog nooit zo snel een patch op een patch zien volgen. Van oh, made a mistake. Dit was te veel. Yeah. Too far. Go back. Dat je aan het koken bent en dan denk je van, ik maak het iets pittiger. En dan denk je, oh, fuck. Oh, shit. Yeah. Ja, dus zeg maar, voordat ik de patch notes goed en wel had gelezen, was de herstelpatch er alweer. Zet. Ah, dat is helemaal rap, ja. Dus ja, ik heb voor de rest weinig kunnen spelen. Ik wilde eigenlijk nog heel graag Company of Heroes spelen. Maar dan wist ik van, als ik daaraan ga beginnen, dan ben ik weer 5 uur verder. Mm. En dan... Ik las trouwens van, is het, hoe heet die kerel? Aaron Keller inderdaad. Dat ze iets bezig waren met 6v6. Oh, ik hoop het niet. Er is inderdaad, Aaron Keller is de director van Overwatch 2. De opvolger van good old Jeff. Mm-hmm. Papa Jeff. En Aaron Keller heeft gezegd dat er een directors, gewoon zo'n directors teken aankomt. Dat is gewoon een periodiek praatje wat hij maakt. Plaatst op YouTube gewoon over het staat van de game, waar ze heen willen, et cetera. Doet hij best aardig. En nou heeft hij aangekondigd dat ze het ook over 6v6 willen hebben. Ja, dus Overwatch 1 was 6 tegen 6 spelers. In Overwatch 2 hebben ze dat teruggebracht naar 5 tegen 5. Hebben ze één tankrol weggedaan. Alles mooi uitgebalanceerd na een jaar of zo. En nu komt toch weer vanuit hem die discussie van 6 tegen 6. Nou zie je op Reddit constant van die post van, ja, 6 tegen 6 was beter, bla 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 bla, tanks niet leuk meer. In Overwatch 1 was de tank queue ook altijd al het kortste. Dus historisch besef gaat nu al achteruit bij die mensen. Maar het probleem is, 6 tegen 6 gaat niet werken in de huidige patch. Want om dat te compenseren hebben ze in Overwatch 2 de tanks veel sterker gemaakt. Als je nou 2 tanks zou krijgen, dan is het gewoon stuk. Dan gaat er niks meer dood. En dan heb je gewoon alleen maar overtime games. En dan word ik heel chagrijnig van. Daarom verbaast me ook zo dat hij daarover wil beginnen. Ik hoop nog steeds, ik denk het niet, maar ik hoop nog steeds dat hij gewoon nogmaals even benadrukt van, jongens, we zien op Reddit dat jullie aan het miepen zijn over 6 tegen 6. Hou je bek gewoon. En hier heb je een freaking, weet ik veel, Excel-sheet met een database van 10.000 regels om even aan te tonen waarom dat een slecht idee zou zijn. Ja. Ik hoop dat hij het daarover gaat hebben, van wat een slecht idee 6 tegen 6 zou zijn. Ja, anderzijds kun je natuurlijk ook zeggen van, dat je wel, je maakt een arcade 6v6. Dan zoek het maar uit. Ja. Bekijk het maar. Overigens, nu je erover begint, ze hadden een surprise patch gedropt. En volgens mij is die is maandag gedropt. Die is op het moment dat deze podcast uitkomt alweer voorbij. Oh, nou ja. Fijn dat je het vermeld. Je kan per rol kan je één van de 3 passives kiezen. Dus dat betekent voor support dat je bijvoorbeeld een passive kan kiezen dat je cooldowns korter zijn. Of dat je heroes onder 50% meer healt. Dit ken ik ergens van. Ah, dat was van de PvE. Of dat je een speed boost krijgt als je onder zoveel procent health bent.
En dat, en dat soort patch, dat soort drie passives heb je ook voor tank en voor DPS. En dat lijkt me heel erg leuk. Dan ga je wat meer de MOBA kant op. Vind ik niet erg. Want echt van high octane hoofdjes klikken, moet ik het niet hebben. ja, heerlijk. Dat is gewoon waar. Dus wat meer die MOBA kant, die tactische kant op, vind ik een hele leuke move. Maar het was een shadow drop, dat werd niet aangekondigd. Het was er gewoon ineens. En het is alweer weg. Oké. Het lijkt erop alsof ze zeg maar alle ideeën die ze hadden voor de PvE-modus gewoon een beetje zo hier... And I'm all for it. Ja. Zo, nou, hier heb je het toch een beetje. Gewoon, al die tijd gewoon de PvE-modus kunnen afmaken. Ze willen die tijd die ze daar aan besteed hebben gewoon niet weggooien. Dat snap ik. En dan zag je inderdaad in die mission zag je dat ook terugkomen. Dat er allerlei extra dingen in de wapens zat. Maar is het niet in de base game? Ik vind het prima. Gooi het er lekker in. En see, you know... Ik speel de game niet, maar het voelt een beetje half-assed. aan de andere kant, ik speel de game nou al 6 jaar. Ja, zoiets. Lange tijd. Ik kom over wat jaar, 2018, 2016? Ik dacht 18 of was het dan 17? Zullen we dan gewoon 15. Max half op 17? Want dat is hoe dat werkt. Weet je, ze hebben veel... 2016. Nice. Oh, dan speel ik het al heel lang. Ja. 8 jaar. Ik ben gewoon blij dat ze een nieuwe ding proberen. En je ziet dat in het nieuwe team zijn ze... waar ze in Overwatch 1 en veel meer terughoudend waren in ideeën. Daar had je echt iedere 3 of 6 maanden had je een wat verandering. Je ziet dat ze dat nou steeds sneller achter elkaar aan het doen zijn. Ook bijvoorbeeld met die counterpatch die ze hebben gedaan vorige week. Hotfix. Ja, dat is inderdaad een hotfix. Ja. En dat vind ik prima. Ik heb liever dat ze het gewoon in de flow houden. Met het risico dat je soms een ellendige week hebt... omdat er dingen niet doodgaan of dat... Farah een 58% winrate heeft. Nice. Kunnen we het daarover hebben? Mooi, kan ik die een keer gaan spelen? Kan ik iets? Ja, nou inmiddels niet meer, want die patch is al weer. Nee, ze is niet genurfd. Oh, oké. Okay. Nice. Ja, ik laat er gewoon slapen, Anna. Dat is veel leuker. Ja, ja. Leuk. Ja. ik kan wel mikken. Maar goed, ik heb het liever dat ze sneller met die patches komen en gewoon dingen proberen. En dat vind ik leuk. Nice. Nee, dat. Oké. Okay. Nice. Nou, goed. En Bart, zeg je over wat je mogen doen. Ja. Ja, het was ook het enige wat ik deze week had. Dus dacht ik, melk het maximaal. Wie nu? Nou ja, ik heb ook maar één dingetje. Oh. Dingetje maar? Is het een slaapverwekkend dingetje? Nou ja. Wat kut. Oh, dat is kut. Oh, daar is de grens. Dat vind jij kut, Dennis. We hebben het bereikt. Gijs, wat heb jij gedaan deze week? Nou ja, ik heb een Zenless Zone Zero een keer opgestart. En wel meer dan 1 keer inderdaad. Hoeveel uur? Ik kan het nergens terugvinden. Bij benadering? Ja. Bij benadering, 6, 7 dagen is ongeveer. Goede 20 uur zit er toch wel in. Dat is een part-time baan. Ja, dat is true. Het is redelijk verslavend inderdaad. Wil jij eens een interventie geven? Laat het weten in de comments. Ja. Oh, dat is niet meer nodig. Dat je bent wel te ver. Niet meer te redden. Oké, okay, dit is jouw nieuwe crack. Nou ja, dit volgt wel netjes een rijtje van Genshin inderdaad. En vroeger inderdaad World of Warcraft. Maar het speelt gewoon lekker weg. Ik kan dit ook gewoon 10 minuten, een kwartier oppikken en dan ook weer. Ja, of ja, dat kan, maar dat doe je niet. Dat kan, dat doe ik niet. Gisteren heb ik toevallig 10 minuten gespeeld, omdat ik toevallig andere dingen te doen had. Maar alle andere dagen had hij dat niet. Nee, zaterdag zondag heb ik een best wel wat tijd gezet inderdaad, ja. Lekker. Ja, toen begon ik rond 1:10 tot avondeten zo en daarna een keer eten en dan de hond uitlaten en dan weer verder. Dus ik heb me prima vermaakt. Ja, ik ben heel vet. Het is wel natuurlijk van... Ik steek er geen geld in. Dus ik heb maar 2 extra characters weten te unlocken... met alle dingen die ik heb vrijgespeeld. Dus het valt mee. Maar er komt zoveel bekijken. Dat had ik bij Genshin ook al. En als je er eenmaal in duikt... met hoe dingen werken... en hoe je alle 16 verschillende currencies moet gebruiken... en voor je ze helemaal doorgaat. Ja, het is een gacha game. Dat blijft... Maar nee, ik vermaak me prima. Ja... Ja, dat kregen we wel, ja. Het ja, zou wat zijn als je niet zou vermaken met... Nee, want dit is een action RPG, hè? Dus ja. Dit is veel meer button mashing. Het is gewoon wat snellere actie dan Genshin Impact. Ja, iets. Het volgt elkaar wel sneller op. Oké. Okay.
Maar zoals ik vorige keer al heb gezegd, want dit is echt een Persona 5 game-achtig verhaal. Over omgeving ook, want je hebt een klein, net zoals een Yakuza, een klein gebied waar je dus van alles kan doen. Dus je hebt je shops, je hebt je questen die je daarop pikt. Een groot deel van het verhaal speelt zich eraf. Je hebt zelf ook een videoshop of een oude videotheek. Dat is dus zo gehad. Nice. Dus je hebt ook oude cassettemannen, die moet je dus ook nog zien te runnen. Er zit ook nog een ding in. Moet je de banden ook allemaal terugspoelen? Nee, je hoeft ze niet terug te spoelen. Dan laat je doen, want anders krijg je een boete. Ja, dat is wel waar. Nee, maar die moet je dus een beetje in de gaten houden. Maar op het moment dat je dus die rustgevende sfeer hebt, plus het verhaal, plus de actie die er dan bij zit, is een hele, hele goede afwisseling. En die gevechten zijn gewoon zo strak. En als je het eenmaal op een gegeven moment zo weet te timen, dat je echt lange combo's kan maken, dat je gewoon een baas die echt meters hoog lijkt en echt onverslaanbaar, gewoon een paar acties gewoon weg kan vagen, vind ik geniaal. Ben ik blij. Ik had van de week één quest, daar was ik een kwartier mee bezig. Ik denk, nou, als ik dan zie wat ik in die tijd heb gedaan, dit was gewoon à la bijna Elden Ring, zeg maar. Dat je dus een boss fight had. Dus dan ben je gewoon zo erg mee bezig. Ja, is goed. Cool. Alright. Leuk. Heeft dit nou jouw Genshin-tijd verdrongen? Als in, is dit een vervanger voor Genshin of een aanvulling? Nee, ik ben van de week wel een keer teruggegaan naar Genshin. Even kijken hoe het daar was. Nou, de controlschema's zijn heel erg gelijk. Maar ook net weer anders. Dus ik had op een gegeven moment echt gewoon... Ik was het kwijt. Ik wist niet meer hoe dit werkte. We hebben dit heel een stukje terug. In de tijd van de PlayStation 4 hebben we dat ook gehad. Met The Division en GTA 5. Ja. En dat was heel irritant. Was, die leken ook op elkaar. In cover duiken bij GTA was dan zeg maar over iets heen springen bij The Division. En andersom. Dus op een gegeven moment je dus in cover aan het gaan in GTA, dacht je. Mm-hmm. Nee, dan spong je gewoon en dan werd je gewoon niet knald. Ja, of het ergste is dat je dus probeert te reloaden en je springt in een GTA uit je helikopter. Dat is zo fijn. Oh ja. Oh ja, dat was ook een ding. Ja, wapenwisselen was dan wat. Ja. Nee, maar dat soort dingen inderdaad. In Genshin, het ging nog wel, maar het ging niet meer zo soepel als het eerst ging. Dus, want er zit net in... In Genshin moet je dus met je nummertoetsen wisselen, want je hebt vier karakters, daar moet je 1, 2, 3 en 4 voor gebruiken. En in Xenoblade Zero zit dus een systeem dat je op de spatiebalk duwt. Dan wissel je dus van karakter. En dan gaan ze in volgorde. Dus je hebt 1, 2, 3. En dan wisselen ze dus uit. En dat is af en toe best wel even wennen. Oké. Okay. Nice. Ja. Nee, en dan dat was het een heel kort weekje qua aantal games. Niet qua uren. Nee. Zo. Cool. Nee. Ik, komt-ie. Ben aan Uncharted begonnen. Yay! Trots op je. Ja. Maar welke... ik kwam er wel achter dat, zeg maar, Uncharted 1, 2 en 3 niet op de PC verkrijgbaar zijn. te spelen zijn. Niet? Zijn die helemaal niet te spelen? Nee, ik heb helemaal hem op PC niet. Gespeeld. Nee, dat kan niet. Of je hebt hem geëmuleerd, maar ze zijn niet op PC. Je hebt hem op PlayStation gespeeld en op de PC gestreamd. Ja, dat zou wel kunnen. Really? Ja, dat kan wel. Wat een goede streamer was ik. Maar dus de Legacy of Thieves collectie die ik heb op Steam is Uncharted 4 en... De spin-offs. Nog een andere. En die heb ik even kort gespeeld. Vooral was het eigenlijk een beetje kijken van, oh, wil ik dit gaan streamen? Uiteindelijk heb ik gekozen om dat niet te doen, omdat het toch wel heel erg story-heavy is en er is heel veel dialoog. En ik heb zoiets van, ja, dan ben ik gewoon stil tijdens het streamen. Dat is ook niet zo heel erg leuk. Snap ik. Maar ik krijg wel direct die feel die ik ook had bij Tomb Raider. Dus dat is een goed teken. Ik ga mijn best doen om hem voor, wat was het, voor half augustus? Voor augustus? Om hem af te krijgen. Ja, maar je hebt wel de langste, je begint dan met de langste Uncharted. Ja, ik weet niet of de andere... Ik weet dat één is 8. Ja, maar die kan ik dus niet spelen. Nee. Wil je een PlayStation lenen? Ik heb een PlayStation 4, maar ik heb daar helemaal geen trek in om weer een nieuw PSN-abonnement, ook nog eens die collectie te kopen. Ik heb die remastered. Volgens mij op disc. Dat is het voordeel aan PlayStations. Met disc. Sladen. Misschien. Maar weet je dan nou, misschien ook niet. Zeg maar, ik kijk er heel erg tegen op om in mijn cable management te gaan zitten. En om gewoon te wachten tot het alles te laden is. Sony klaagt me niet aan. Er zijn schijnbaar hele goede emulators en ports voor. Heb ik van horen zeggen. Ja, ik heb een PS3 emulator dat ik die gebruik om Ratchet & Clank te spelen. Allegedly. Uh-huh. Legally, I dumped the file, I promise. Ja, ja. Je hebt de games. Ja, ja. Dat wel. Ja, kijk. maar ja, ik heb dus heel kort, het was echt een drie kwartiertjes totdat
mijn PC crashte. maar dat kwam volgens mij ook omdat ik tegelijkertijd opnemen was in OBS. En er was iets van de setting die stond niet helemaal goed. Ah. Dat was wel leuk, want zeg maar, het hoort niet. Maar mijn scherm was even een disco. Oké. Okay. Ja. Was gewoon een rood, geel, groen, blauw scherm. Heel even. Dat hoort inderdaad niet. Nee, dat hoort niet. Nee. Uiteindelijk heb ik mijn last van gehad. Dus gewoon doe alsof er niks aan de hand is. Ja. Maar je bent eraan begonnen? Ja, ik ben eraan begonnen. Dus dat is al heel wat. Dat is heel wat. Dus je hebt nog 2 weken? Ja, zoiets. Ja, was het vorige of voor eind augustus? Was het 12 of 15? Voor de quiz, hoor. Voor de quiz. Oh, dat heb je 3 weken. Dat kan. Oké. Ja, 1 augustus. Okay. Ah ja, goed. Weet je, we geven een beetje extra voor de quiz. Ja, precies, voor de quiz. Okay. Dat moet wel lukken, denk ik. Verder heb ik dus wel gestreamd. Ik wilde eigenlijk Uncharted gaan streamen, maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb de nieuwe Pokémon Roguelike gestreamd. Pokémon Emerald Rogue 2. Jouw verslaving. ja. ik ben dus op stream met een, zeg maar, nieuwe save-file begonnen. Helemaal van scratch. Mm-hmm. En tijdens de stream zei ik ook van, nou, ik heb hem zelf nog niet uitgespeeld, want hij is echt een heel stuk moeilijker dan de vorige, dan de eerste. En toen kwam ik eigenlijk, toen heb ik alle 8 gyms gewoon verslagen. En toen ben ik uiteindelijk net daarna wel afgegaan door eigenlijk domme pech. Door een optionele trainer die, zeg maar, een spinner zo. En als die je aankijkt, dan moet je vechten. Ja. En die kun je dan eigenlijk ontwijken. Is me niet gelukt. En die had 2 legendaries en die heeft me gewoon helemaal kapot gemaakt. Maar ik was dus heel erg in de war. Want, blijkbaar kan het dus wel. Blijkbaar is het wel mogelijk. En ik ben nog wel van plan om dit meer te gaan streamen. Om te kijken of ik dit gewoon op stream een keer kan afmaken. Wel een beetje jammer, want ik ga dus donderdag, als je vandaag luistert, best wel lang weekend naar Engeland. Dus ik kan weer 1,5 week niet streamen. Dat is dan weer even jammer. Mm-hmm. Maar daar vinden we wel weer wat op. Vast wel. Halen we wel weer in, toch? Ja. En over content gesproken. Ik heb weer een nieuwe video gemaakt. En geüpload. Ik moet nog steeds kijken. Ik vergeet het elke keer. Ja, het is niet de toernooivideo. Oh. Dat gaat hem zelfs in augustus denk ik niet meer worden. Want dan zit je druk bezig met Uncharted. Ja, klopt. Precies. En dat is fair. Maar ik had nog een stream van vorig jaar ergens. Had ik nog liggen en daar had ik een hele vette thumbnail voor. En een goede titel. Ik denk van, dit is een perfect ding. Ik moet alleen de stream nog editen. Dus daar heb ik even een middagje even hyperfocus aangezet om die af te maken. Geen gekke fancy edits of zo, maar gewoon, zeg maar, een video. De content zelf vond ik leuk genoeg om neer te zetten. En nice. Ik heb me ook kapot gelachen. Jij was het ook in die stream volgens mij de hele tijd aanwezig. Dat was, ik was de types op aan het raden. Ja, precies. Ja, en jij ook. En dat is, zeg maar, een groot deel van de video. Ja, dat is leuk. Ja. Ja, ik heb je short ervan wel gezien, je TikTok, ja, TikTok of ja, zo. Ja. Die, een aantal daarvan ga ik dan post ik ook op YouTube Shorts en TikTok. Dus als je dat voorbij ziet komen, is ook leuk. Ja. Maar ik vind het een hele leuke video eigenlijk. En zelfs op de video waar ik een heel stuk minder moeite in heb gestoken, kwam toch een comment van, this guy is criminally underrated. Hey. Dat voelt goed. Leuk. Leuk. Ja. En wie was dat? Iemand die je kende? Of nee, gewoon random. Gewoon een random comment. Dat was mijn moeder. Oké. En we zijn natuurlijk afgelopen zondag naar de Midnight geweest. Ja, dat heeft ook wel een beetje met gaming te maken. Ja, vorige week al verteld natuurlijk dat we naar de Midnight zouden gaan. De Midnight is een van die bands. Als je ooit een stream hebt geweest, dan heb je het op de achtergrond gehoord. Want ik vind het hele fijne muziek. En DMCA-free, dus je stream wordt niet gemute, zeg maar. Dus je vod wordt niet gemute. Het is heel chill, je krijgt geen glazen naar mij en zo. En ik ben toen gaan luisteren door dat ik ging streamen. Het was het DMCA-free music. En de Midnight sprong er heel erg uit van mij. Toen ben ik dat zelf gewoon gaan luisteren, terwijl ik onderweg was of wat dan ook. En ik dacht, dat is echt heel vet. Dan moet ik kijken live zien. En toen kwamen ze vorig jaar maart in Amsterdam. Toen kon ik niet. Dit jaar wilde ik gaan en toen was ik eigenlijk een beetje half vergeten. En toen kreeg ik van Dennis tickets voor mijn verjaardag. Super lief. In ieder geval een ticket en hij is ook een ticket. Toen zijn we z'n tweetje lekker naar Amsterdam gegaan. We hebben vliegtuigspotten gedaan. Ja, zit natuurlijk langs Schiphol. Ja, was bij de Amsterdamse Bos. Ja. Dus dat zit echt bij de bosbaan. Ja, naast Schiphol. Schiphol, ja. Dus we zaten op een gegeven moment voordat we naar binnen waren. Zei, hey, KLM. Ja. Hey, het was EasyJet. Ja. Dat was leuk. Maar het was echt een hele vette show. Ja, de show was echt super vet. We zaten echt tijdens de show zaten elkaar aan te kijken. Zo van, dat was echt heel vet. Ja, ja. En ook na de show naar de auto. Van,
Dat was echt heel vet. Elke 10 minuten, dat is echt heel vet. Ja, het is echt heel vet. Ja, 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 was echt gruwelijk. Was echt, sowieso als ze weer komen, ik ga er weer heen. Want die energie die die band met zich meebrengt, want het is natuurlijk, het is best wel een beetje elektronische muziek, wel wat gitaar erbij, zo dat jaren 80, je retro wave vibe. Ja. En dan luister je het en denk je, ja, hoe gaat het live overkomen? En het is zoveel energie live. Ja. En ook die hele band is zo aan het springen en enthousiast. En die saxofonist, die op een gegeven moment dat jongen was echt 1,50 meter of zo. Ja. En die kwam weer met een alt-sax naar buiten. Ja, dat is de grootste hem zelf. Dat hij door het publiek omrennen en zo. Oh. Ja, echt. Als je kan saxofoon spelen en door het publiek rennen en terug zijn voor een podium, dan heb je conditie. Ja. Het grappigste was nog eigenlijk wel, zeg maar, eigenlijk direct toen hun set begon. Iedereen zat heel braaf gewoon op de bankjes en allemaal. En er zat best wel een groot gat tussen de bankjes en het podium. En die zanger zei direct van, jullie mogen best wel dichterbij komen. Je zag iedereen zo hop naar voren. Ja, het ene security, zeg maar, helemaal over paniek. Want lagen natuurlijk allemaal kabels en lampen en shit. Ja, ja. Ja, was echt vet. Ja, ja. Heel vet. Ja. Dat, dat wil ik nu even in ieder geval benoemen. Dat was dan ook voor jou trouwens. Ja, ik heb Pokémon Emerald, zeg maar, gewoon de base game. Ik dacht, weet je wat? Ik ga gewoon eens de base game weer spelen. Natuurlijk wel de hardcore Nuzlocke. Okay. Maar gewoon om even te kijken van, oké, ik heb de laatste tijd zoveel ROM-hacks en alles gespeeld die met Pokémon Emerald wel te maken hebben. Pokémon Emerald is echt een kut game. Het is zo fucking outdated. Alle, zeg maar, Pokémon die nu goed zijn, die zijn, zeg maar, vanaf generatie 4 goed geworden. Pokémon Emerald is generatie 3. Mm. En het is allemaal clunky en allemaal movesets die niet passen. En het is niet fijn. En het is ook 20 jaar oud. Ja, I guess. It's okay als het, zeg maar, niet helemaal meer mee kan met de moderne. Ik ben gewoon een beetje teleurgesteld in mezelf dat ik met rose-colored glasses er altijd naartoe heb gekeken, omdat ik al die ROM-hacks heb gespeeld. Yeah. En nu kom ik erachter, ja, het is eigenlijk helemaal niet zo leuk. Je komt er nu achter dat je met een goede reden de ROM-hack speelt. Ja, dat is wel waar, ja. Dat is de reden dat ze gemaakt zijn, wil je zeggen. Oh, dus, ja. Cool. Dus dat, ik ben hardcore nuzzelijk aan het doen. Ik heb 7 badges gehaald en maar 3 Pokémon zijn dood. Dus het gaat best prima. Nou ja. Right, en over ROMs gesproken. Misschien moeten we binnenkort aan de ROMs voor de Xbox 360. Oh, ja. We gaan natuurlijk gewoon meteen naar het nieuws toe. De Xbox 360, die gooit namelijk dus de store, gooien ze op 27 juli dicht. En dat betekent dus... Ja, ik wou zeggen, net als de Nintendo Wii U store. Ja, Wii Store en 3DS en Wii U en zo. Maar de Xbox 360 store gaat dus op 27 juli dicht. Dat betekent dat je nu dus heel veel games voor heel weinig geld kan kopen. However, dan moet je dus wel via een Xbox 360 doen. Mm-hmm. Als je namelijk via de Xbox zelf koopt of via de store zelf, zeg maar, op je PC, dan krijg je dus niet de prijzen die je ziet voor de Xbox 360. Mm-hmm. Waar dus heel veel games tussen zitten die dus een gratis upgrade hebben naar de Xbox One of zelfs naar de Series X en S. Die je dan voor 3 euro kan kopen die normaal Xbox One of X of S, die daar gewoon veel duurder zijn. Alright. En ja, je krijgt er gewoon een upgrade bij. Dus als je nog dingen wil scoren, sluit je oude Xbox 360 even aan voor 27 juli. Hier staat er nog eentje, dus we kunnen maar even... Ja, er staat er eentje en ik heb er daar nog 3 staan of zo. Nice. Ja, nee, ik ben bijna de doos en zo. Ja. Nou ja, dus als je nu denkt bij jezelf, of ik wil nog even een keer kijken op die marketplace, sling je Xbox 360 aan, ga er even naar kijken. De 360 marketplace, dat was een hel. Ja, dat zeker. Maar daar kun je dus wel best wel wat games vrij goedkoop nog binnen tikken. Ja, het is meteen de laatste keer dat je over te zijn, dus ja. Ja, dat ook nog eens een keer. En meer dan 10 jaar geleden, dat de Xbox One uitkwam, de opvolger van de 360. Ja. Ja, dat is gewoon een keer klaar. Ja, ik heb het. Zeker. Dus dat wilde ik even aan jullie meegeven. Denk je bij jezelf, ik ga dat missen. En natuurlijk als je physical games hebt, bewaar ze goed. Want die gaan natuurlijk nu van prijs omhoog. Dat is meestal met dat soort. Ook een goede reden om physical games te kopen. Zeker. Zag je met de 3DS ook, toen die store dicht ging. Oh, ja. Zag je alle prijzen in één keer omhoog schieten. Dus ik heb Chrono Trigger hier liggen. Gewoon de losse cartridge. Ja, dat ding dat is echt, dat heb ik gekocht voor 20, 25 euro of zo. Ja, dat ding gaat nu gewoon voor 80 piek weg. Zo, holy fuck. Als je hem dan minstens een doosje had gehad, had je dan 500, 600 euro kunnen halen. Dan had hij gewoon nog Trigger niet kunnen spelen. Als ik het doosje erbij koop nu, zeg maar, dan gaat hij wel heel veel prijs in één keer omhoog. Dus ik ben er wel aan het denken om dat te doen, maar ik wil hem gewoon bewaren. Dus. Ja, dat is... Boeien. Dus dat wil ik even noemen. Ja, goede tip. Zeker. En van de ene gamehoek naar de andere gamehoek. Dat is wel een hele eigen uithoek. Hè? Het is niet zozeer waar ik de meeste games zou verwachten ergens in Saoedi-Arabië. Maar het is blijkbaar wel de eerste internationale Olympische e-games die plaats gaan vinden daar. Ja, natuurlijk de Olympische Spelen komen er nu al aan.
Daar waren al wat e-sports, geloof ik. Maar dat ja, maar was... hele... Ik ben nou even op pilots geweest. Toen dit nieuws volgens mij vorig jaar bekend werd gemaakt... Ja, dat er Olympische e-sports zouden komen. Ja. Dan denk je van... Oh, dan is het misschien een CSGO en een Gran Turismo of iets dergelijks. Het waren mobile games. Oh, ja, het waren handboogschieten en echt heel erg slecht. Ja, maar die waren ook gemaakt door een neefje van een van de organisators. Zeg maar een soort stageprojectje. Ja, daar leek het inderdaad wel op. Inderdaad. Nou, hier gaan dus wel wat meer grotere games in voorkomen. Okay. Net als een Street Fighter en FIFA. En League of Legends. League of Legends natuurlijk, inderdaad. Rocket League. Overwatch? Not anymore. Nou, Overwatch heeft nou dus de EWC in Saudi-Arabië. Oh. Dus dat is een LAN-event, geloof ik. In Saudi-Arabië voor Overwatch 2. Alleen, daar wordt wel geboycott door een hoop mensen. Want snap ik. De mensenrechten situatie daar. En het sportswashing. Waar ze van tegenwoordig. Dit wordt een beetje e-sportswashing. Precies. Dat is een ding. Maar het is 2025 is het. En welke games zijn je allemaal? Nou, het worden er een stuk of 15 totaal. Nog niet allemaal zijn bekend inderdaad. Waar we zegt League of Legends, Street Fighter, FIFA. Rocket League. En Rocket League inderdaad. Oké. Okay. Dus er zijn er al een paar bekend. Er gaan zelfs ook al gesprekken voor vervolgen. Want ze gaan om het jaar plaatsvinden blijkbaar. Huh? Ik geloof dat Zuid-Korea en de Verenigde Staten al... Dat je dus zeg maar nu in 2025 dat je de e-sports Olympics hebt. En over 2 jaar de winter e-sports Olympics. Dus precies hetzelfde naar buiten. Buiten in de sneeuw. Ja, precies. Of dat je alleen SSX speelt. Ja, kan ook, ja. Dat je alleen maar games speelt die zich in de sneeuw afspelen. Alleen maar de ijslevels van Mario. Spelen, dat of James Bond. Of, Dat zijn er best wel wat inderdaad. Hm. Ja. Okay. Maar dit vond ik wel apart om een keer even mee te pakken inderdaad. Ik ben wel blij dat ze van die hele crappy games af zijn. Ja, zeg maar een Olympische League of Legends daar. Is dit wel hetzelfde project? Ja, het is echt via het Olympisch Comité. Oké. Okay. Ja. Dat is wel een verbetering. Pilots inderdaad. Ja, oké. Okay. Hele slechte pilots. Maar voor mij gaat het helemaal niet plaatsvinden op Olympische Spelen zelf nu, toch? Die e-sports? Nee. En dat hebben ze afgeblazen. De Olympische Spelen zijn in Parijs, deze zijn dan in Saudi-Arabië. Dat snap ik. Maar ze zouden in 2024 tijdens de Olympische Spelen zouden ze de e-sports dingen ook hebben. Wat ik dan wel een grappige side note vind, is dat ze dus ook e-sports games willen doen waar je dus ook op de home trainer moet meefietsen, zeg maar. Dus dat is ook een categorie die erbij komt. Dat is gewoon spinning, toch? Ja, maar dat gebeurt al met een beeldscherm en een virtual trainer. Vroeger toen ik nog deed boksen, hadden we de bokszaal en daarnaast hadden we de fitnesszaal. Mm-hmm. En dan had je dus zo'n fiets en daar zat dus ook een spelletje op. Ja. En dan moest je natuurlijk links, rechts, dan moest je over dingen heen springen en zo. En dat werkt als een malle, vooral toen ik wat jonger was natuurlijk. En dat werkt best wel goed en ze hebben heel veel van dat soort dingen natuurlijk. Maar het zal wel wat minder blessuregevoelig zijn dan echt fietsen. Naar de valpartij in de Tour. Als je iets te hard naar rechts stuurt, dan laat het dat ding om. Ja. Wel realistisch. Maar ja. Oké. Okay. Ja. Dus dat. En dan even terugkomen op de Xbox. De Xbox Game Pass gaat omhoog in prijs. Is omhoog in prijs? Ja, is omhoog. Ja. De Ultimate. 1 augustus toch pas? Oh ja, nou, gaat omhoog. We hebben het mailtje al binnen dat. De Ultimate gaat naar €17,99. Ja. Die was €14,99. Ja. Prima, ik betaal wel gewoon door. Weet je. Het is zo'n kleine hit op hetgeen wat ik even terugkrijg. Prima. Wat is het? De gewone, die gaat van €9,99 naar €11,99. Vind ik best wel meevallen. Ja, weet je... Ik heb voor hetgeen wat je ervoor terugkrijgt. Zeg maar, ik snap het. Ze moeten Activision Blizzard op een manier terug betalen. De timing is niet heel dubieus. Die is gewoon heel duidelijk. Heel netjes. Call of Duty komt eraan. Ja, tuurlijk. Nou ja, het is ook vooral omdat je nou 4 verschillende pakketten hebt. Je hebt de Xbox, het console pakket, de Core Edition, zeg maar. Daar zit verder niks op. Daar krijg je geloof ik, 25 games voor of zo, 30 games. Je hebt dan de console pas voor standaard, of in ieder geval de uitgebreidere. Ja. Dus dan heb je wel de hele library, maar daar zit er volgens mij nog niet de... De day one release. De day one inderdaad. Dan heb je nog de PC. De pas die blijft hetzelfde. Die blijft wel een tientje per maand, geloof ik. Nee, die is dus... Die is toch 99, maar... Je hebt er eentje van een tientje en eentje van 11,99. En die van een tientje blijft normaal. Die 11,99 is dan maar day one erbij. Ja, het is in ieder geval heel raar neergezet inderdaad. En dan heb je de ultimate pas nog inderdaad. Ja, oké.
Ja, ik snap het ook. Kijk, we zagen natuurlijk toen Starfield uitkwam, zagen we ook dat in één keer alle Xbox Game Pass voor een euro was in één keer weg. Ja. Was in één keer allemaal niet meer geldig, als het logisch is. En je zit er nu natuurlijk met nieuwe Black Ops. Ik begrijp het wel. Ze hebben de hele Summer Game Fest, hebben ze Day One Exclusive, Day One Playable, Day One Playable. En daar hebben ze gewoon complete hype mee gecreëerd. En daar hebben ze iets van... we kunnen even die prijs mogen. Ja, ik snap het. Ja, ik snap het. Het is gewoon een carrot on a stick. Hè? Wat ik wel nog steeds jammer vind, en dat is iets wat ze met Bethesda wel gedaan hebben, is dat ze eigenlijk de hele Bethesda backlog op de Game Pass hebben gezet. Of in ieder geval alles wat speelbaar was op de Game Pass. Hebben ze op de Game Pass genaamd, maar voor Activision nog niet echt. Ik weet dat Diablo 4. Ja, maar die Call of Duty games komen er voor mij wel aan. Jawel. Maar ik wil gewoon een keer die oude Call of Duty games spelen op mijn PC. Ja. Of vaak verder gewoon die single players een keer doorjengelen, lijkt me heerlijk. Ik zou het ook heel tof vinden. Ja. Ik denk dat het toch stiekem nog een best grote melkkoe is. Ik denk dat het een staggered release wordt, zeg maar. Ja, precies. Maar geef me gewoon dat je de oude Modern Warfare... Ik kon het zeggen, zelfs oude Modern Warfare en Black Ops. Ja, maar ook zelfs die Big Red One, weet je wel. Dat soort oude Call of Duty games. Het lijkt me gewoon super vet om weer een keer opnieuw te spelen. En dat kun je niet met Bethesda games wel heel goed doen. Want ja, die staan er allemaal op. Of bijna allemaal een paar na. Maar Activision is het nog niet. Maar Activision heeft echt een enorme library. Als je kijkt naar Tony Hawk's Pro Skater games, die valt er ook onder natuurlijk. Hè? Ja. Dat was eerst Neversoft en is Activision geworden. Maar wel, Activision heeft echt een belachelijk aantal games. Ik zeg niet als ze er allemaal op moeten, maar geven we ons gewoon in ieder geval iets meer backlog van Activision, denk ik dan. Ja, ik denk dat het ook wel gaat komen, hoor. Zal ik wel, maar geleidelijk. Vindt lang duren. Duurt te lang. Want er zijn niet genoeg games om te spelen. Ja. Nee. Er staan maar 400 games op of zo. Ja. Dus dat. Oké, en verder nog even. Heb je heel veel geld over? Dan, als je heel veel geld over hebt, kun je een game sessie gaan doen met Pokimane. Oh, leuk. Een hele grote streamer, YouTuber. Voor de een fundraiser voor charity van Sidok VA. Mm-hmm. Die haalt geld op voor... Voor de IDF, maar niet de Israeli Defense Force. Yeah. Of, maar het is die hebben een andere sponsor. Ja, Amerika. De westerse wereld, ja. Dit is de Immune Deficiency Fund. Dus dat is voor mensen die geboren zijn met een immuunaandoening, zeg maar, waardoor ze dus niet genoeg dingen aanmaken. Hij had heel veel geld voor de Cyclotron heeft ervoor gedaan, al 3 keer. Ja. Daar heeft hij vorig jaar een action ding voor gedaan waar heel veel geld mee opgehaald heeft, dit jaar weer. Ja. En daar zijn een aantal hele toffe dingen in. En onder andere dus een gaming session met Pokimane. Ja, en die bidding die ging vrij snel met aantal honderden en toen duizenden dollars omhoog. Ja. En uiteindelijk is het zelfs zo gegaan dat er blijkbaar ook donaties kwamen die wat meer... Discutabel waren. En toen kwam er zeg maar 100.000, 200.000, 300.000, $500.000. Zijn een aantal van die ongelooflijk hoge bits die zijn er afgehaald. Ja. Ja. Hij staat op het moment van opnemen weer op $500.000. Ja, dus zal ook alweer eraf gehaald worden. Ja. Maar de hoogste legit... bot staat toch op volgens mij 38.000. 43 was het laatste, ik zeg inderdaad. 38. Ja. Zeg maar, de 500.000 werd ook door Bitcoin Brandon gedaan. Ja. Er staat in ieder geval op Twitter een confirmation van een... hoe zeg je dat? Een volwassen actrice. Mm-hmm. Die een legit bot heeft gedaan van $30.000. Oh, ja. Dus dat is zeg maar... confirmed een bot dat sowieso gaat komen hiervoor. Andere dingen waar ik kan bieden zijn de 10 million subscriber play button van Jane Animations die Ludwig gejat heeft tijdens de Mr. Beast video. die heeft hij meegejat in zijn koffertje. Daar wist niemand iets van. Hij maakte hem open op stream en Jane Animation zat in chat en zei, what the fuck? Hoezo? We hebben dat van elkaar gekregen. Dus dat is heel cool. Een hangout session, een gaming session met Iron Mouse en Connor samen. Een official Pirate Software Challenge coin. Dus het ook one of a kind. Van de, in de community daar is dat best wel een groot ding, schijnbaar. Ja, dat is echt wel een ding. En de Miyazaki signed Elden Ring poster. En dat is heel grappig. Te kopen, behalve Jacksepticeye. Ja. deze poster, even voor duidelijkheid, Miyazaki signed eigenlijk bijna niks. Nee. Dat doet hij niet aan. Dat doet hij, het is eigenlijk heel uniek dat er zoiets is. Dus dit komt online. En Jacksepticeye, die dacht bij zichzelf, dat wil ik hebben. Ja. Dus die is gaan bieden, zeg maar. Die had zoiets van, nou ja, ik bied gewoon... Tot ik hem heb. 10.000.
Dus andere mensen zeiden, ja, ik wil hem ook. Ludwig staat er ook tussen. Ja, en Ludwig die had iets van, ik wil hem ook hebben. En uiteindelijk, Jacksepticeye, die had een hoogste bod van 13.200. Dus ja. Bijna 13.500. En toen zeiden, weet je wat? Fuck iedereen, ik geef gewoon $15,000 hiervoor. Come at me, bro. Ja. Want tot dusver waren al zijn, biedingen, waren gewoon iedere keer $100 meer. Ja. Gewoon net even meer. Want dat is het minimale bedrag waar je moet. Ja. Dus het ging inderdaad van 12.500. Oké, 12.600. Nee, 12.800. 12.900. Fuck it, 15.000. Hij heeft zichzelf ook overboden, wat ik heel grappig vind. Ja. Maar wat is dat? En er komen nog veel fair market value, $250. Maar het is om het goede doel natuurlijk. Er komen nog veel meer dingen bij. Vrijdag is dat live. Ik weet niet precies hoe laat het in Nederlandse tijd is, maar het zal midden de nacht zijn. Ja, waarschijnlijk. Of in ieder geval heel laat. Ga ook gewoon kijken naar die stream als je kan. Dat helpt ook wel de stream natuurlijk mee. Leuk om te zien inderdaad. Je niet dat wij er heel veel invloed op hebben, maar toch die drie mensen die dit horen en die denken, ik heb vrijdag tijd. Ergens een half miljoen leggen. Vorig jaar heb ik ook gedoneerd. Ja, je kon op een gegeven moment kon je meenemen als een raffle. Ik denk, oh ja, $10, weet je, prima. Ja, merchants heb ik nog. Ja, je hebt nu net een merchandise van Conor. Maar je hebt niet ergens een half miljoen leggen om zelf mijn Pokémon te spelen. Wacht, dat kwam er verkeerd uit. Anyway. Ik heb hier, maar dat is vrijdag. Is dat? Ja. De rest is nog één ding volgens mij. Oh jee. Alright. Oh jee. Oh nee. Ik heb een fantastische quiz voorbereid. Ik heb stress. Ja, ik heb hem daadwerkelijk voorbereid. Zo, godverdomme. Ja, zo, ja, mooi. Dan had je dan weer een wildcard. En zeg maar, dit zijn sowieso games die nog nooit in de quiz zijn voorgekomen. Daar weet ik 100% zeker. Okay. Voordat we beginnen, even de regels van de quiz. Mocht je voor de eerste keer luisteren, dat kan natuurlijk. Het zijn Metacritic games. Er zijn 6 games zijn hiervan. En Metacritic is een website waar allerlei scores worden samengesteld door gerenommeerde websites. Ik zeg altijd gerenommeerd, want sommige websites hier tussen staan, zoals IGN, denk ik mezelf, je bent uitgekocht, motherfuckers. onzin. Maar dat zijn de samengestelde scores en dat gaat van 0 tot 100. Het kan bijvoorbeeld zijn dat Dennis zegt, wat heeft deze game? Dan zeg ik een 60 en dan blijkt het een 80 te zijn. Dan krijg ik 20 punten. En hoe meer punten ik heb aan het einde van de quiz, hoe slechter ik het doe, net zoals bij... Golf. Precies. Mocht je het niet snappen, maar niet uit. Na deze quiz snap je de mail. Dan doe je volgende keer om. Over twee weken doe je weer mee en dan komt het goed. Dan kan je volgende week hebben quiz terugluisteren. Volgende week hebben we weer een andere quiz. En dan moeten zij wel samenwerken. Goed. Ik ga jullie het thema vertellen. Want dan hoeven jullie niet te raden. Oh, okay. Dit zijn de laatste, de meest recente 6 games die op Metacritic een score hebben. Nee. Het wordt zo moeilijk. Ik moest hiervoor wel naar pagina 23... om tot aan 6 games te komen. Ja, dus heel veel van die games hebben nog niet een rating gekregen. Oh, ik wou zeggen, ik heb een paar weken terug inderdaad ook die dag uitgekomen waren, maar nee. En we gaan gewoon van het meest verre weg naar vandaag. Dus eergisteren naar vandaag of zo? Nee, 5 juli. Oh. Oh, okay. 5 juli, dat is op dag van opnemen 11 dagen geleden. Okay. Mm-hmm. Kwam er voor de PlayStation 5... de game uit The Legends of Heroes, Trails Through Daybreak. Trails of Daybreak? The Legends of Heroes, dubbele punt, Trails Through Daybreak. Is dit een Trails? Goed, een naam zeg. Ja, okay. Vond ik ook. deze stond dus op pagina 23. De Legend of Heroes series, volgens mij heb ik daar wel eens ooit iets van gespeeld. Ik ben aan het denken of het een Trails series is, want die zijn er wel meer. True. Maar Legend of Heroes is ook een serie. Misschien is het een crossover. Ja. Ik heb al een score. Ja. Ik ook. Jongens. Ja, dat was niet om je op te jagen, maar het was meer zo van... Opjagen. Ja, was niet om je op te jagen, maar kan je alsjeblieft je score geven? Ja, ziet 75. Man. 75. 84. 84. Zeg al, don't change your winning recipe. 69. Nice. Gewoon beginnen met 69 en we zien waar we komen. Nee, je moet wel je recipe changen. Tju! Gij staat er... Oh god. Gij staat er heel dichtbij. Het was een 83. Ja, heeft een 83. Nice. Ja, net uitgekomen. Ik ken de series, dus ja. En die zijn altijd goed. Dat is heel gemeen, want het is allemaal games die ik dus nog nooit even bij heb zien komen. Precies. de volgende game die 4 dagen later uitkwam. Op 9 juli, ook voor de PlayStation 5 zoek ik de score. Mm-hmm. Dit is Spin Rhythm XD. Oh no. Oké, die ken ik dan niet. Dus zeg maar, die titel kan zo uit 2008 komen. Ja. Is het XD Spin in capital rhythm. Letters? Ja. Dus als de... Oké. Okay. Ja. Oh. Oké. Oh. Gijs, dat is een letter. Dat is een XD.
Oh. Ja, ik ken dit echt niet. Het klinkt als een of andere rhythm tennis game. Ik kan het zeggen, je kan een beetje gokken wat voor soort game het zal zijn. ik... Oh jee. Ja. Scores. Nee toch, ik denk dat het gewoon 55 is. Het is echt... 55. Ik zat 10 puntjes over. Mediocrity. 65. 80. Wat? 80. Punten goed maken. Ja, nee, of niet. Het is helemaal geen. Nee, Lesley maakt punten goed. Wat? Toch wel. Want deze game had een 87. Wat? Ja. Blijkbaar een hele goede rhythm game. Ja. Nou ja, ik heb ook geen ritme. Dat het zeg maar XD8 staat, betekent waarschijnlijk dat het een remake is. Dat het waarschijnlijk betekent dat het origineel ook populair genoeg was om een remake ervan te maken. Ja, maar dat denk ik wel vaker. En dat is nooit. Nou, XD staat heel vaak achter games die al een keer eerder uitgekomen zijn. Ik weet niet precies wat daar... Net zoals een HD, maar dan XD. Ja. Maar die redenatie heb ik ook vaak. Dus als jij de quiz maakt, is het nooit het geval. Ja, maar ik maak de quiz nu niet. Oh. Oh, wacht. Ja. Oh, ja, nee, ik ben zo gek dat Lesley jouw quiz maakt. Jezus. Die heeft geen jouw koffie gepist vanochtend. Ja, what the fuck? Oké. Druk er aan maar zijn. Maar. Ik weet genoeg. De derde game. Die kwam 2 dagen later uit op 11 juli. Dat is 5 dagen geleden. Voor de PC. Dit is Anger Food. Anger Food. Deze ken ik. Ja, ik ook. Maar ik weet niet of dit hoog gaat scoren. Anger Food. Ik denk Anger dat het food. Best lachen is, maar volgens mij is het niet goed. Een goede soundtrack in deze game. Dat wel, dat wel. Echt, je wordt er net hetzelfde een beetje als Doom, zo'n soundtrack. Oh. Nu weet ik welke het is. Oh. Sorry, duur even. Ja, oké. Okay. Ja, joh. Het is niet een game die ik denk ik ga spelen, maar het... Ik heb hem gespeeld. Ik heb de demo gespeeld. Oh, echt? Ja. Ik heb hem Jack Frax zien spelen. Ah, oké. Okay. Dat is helemaal niet leuk als je deze game gespeeld ziet worden door iemand die heel erg goed is in shooters. Oh, nee. Daar snap ik. Ik denk dat hij 79 geeft. 79. Gewoon niks mis met... Ik ga even terug naar de 84. 84. Ik heb 65. 65. Weet ik veel. Yeah. Ik had hem opgeschreven en toen dacht ik, oh, dat is die game. Nou, ja. Misschien is dat helemaal niks, je weet het niet. Dit keer zit Bart er heel erg dichtbij, want hij had een 78. Nou, een beetje af. Kan ik die 30 punten van vorige vraag even goed maken? Nee, dat komt goed. Nou ja, ik ga je ook flink de boot in, dus maak je geen zorgen. Een dagje later, 12 juli, kwam Kaku Ancient Seal voor de PC uit. Sorry? Kaku, in all caps, is K-A-K-U. Ja. Dubbele punt, Ancient Seal. Is het een zeehond of is het een zeehond? Of een militair persoon. Ja, alle drie. Shield him six. Of een zanger. Kaku. Kaku. Ancient seal. Ja. Oude zeehond. Nou. En dat toch als, doet het ergens een belletje rinkelen. Het klinkt als een hele zeg maar, als een Brabantse belediging. Ja, oude zeehond. Ja, oude zeehond. Oh, man, als iemand heel erg aan het hoesten is, als ze ziek zijn. Ik heb het wel eens tegen collega's gezegd, als ze heel erg begint te hoesten op de afdeling. Ik zeg, god, wat is de kapitein Buren was hier, jongens. Ja. Dat is een bal op je neus. Anyway. Ik heb een score. Ik ook. Ik denk 71. Gewoon een middle of the road platformer of zo. Nou, ik ging 71. Nog middle of the road. Ik ging op 50 zitten. 50. Dat is heel erg middle of the road. Ja. Ik ging weer terug naar 69. Nice. Uh-oh. Ik durf wel geen 69 meer op te schrijven. Dat vind ik nou echt jouw ding, Les. Gijs gaat hier een beetje met de boot in. Oh, ja. Want hij had een 74. Oh, I'll take it. Ja, ja. We staan allemaal weer een beetje gelijk, geloof ik. Ja, voor me trekt het elke nak uit. Yes. Op game nummer 5 kwam ook uit voor de PSV. Vandaag. De PSV? PSV? Voor de PC, sorry. Ja. Excuus. voor de PC. Vandaag, op 16 juli. Oh. Deze game heet Gestalt. Gestalt. Dubbele punt Steam and Cinder. Gestalt. Volgens mij... Volgens mij is het dus een RTS, toch? Ja. Yeah. Dat vind ik nou naar waar. It rings the bell. Ja, mij dus ook. Een rinkelen wat belletjes vandaag, niet? Zo, inderdaad. Jammer dat het, zeg maar, geen cijfers zijn die ik nodig heb. Het is geen kassa die rinkelt. Oh. Ik heb het gevoel dat als het een RTS zou zijn, dat ik het wel zou weten. Worden. Maar dan vliegen er ook nog veel onder raar, hoor. Ja, is ook pas vandaag uitgekomen, dus... Maar ik heb er wel van gehoord. Alleen, ja, of dat
iets goeds of iets slechts is, dat weet ik niet. Nou, het is wel zeg maar, hij is vandaag uitgekomen en hij heeft al meer dan 4 ratings van, van gerenommeerde websites. Maar dat nou, kan natuurlijk ook early omdat access, je dat zegt, 75. Oké, okay. 75. 67. 67. Gaan do it again. 69. Gijs en Lesje zitten er allebei één puntje vanaf. Oh, right. Had een 68. Dat was spannend. Nice. 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 Dit wordt nog heel erg spannend, want de laatste game van deze quiz komt ook uit vandaag voor de, voor de PC. Nou. Weer. En deze game heet Flock. F-L-O-C-K. Motherflokker. Is niet heb je iets meer voor ons? Flock. Flock off. A little bit. A bit more, sir. Flock. Sir, please. Give me a bit more. Misschien heeft het met vogels te maken. Geen idee. Dat is fijn. Dennis heeft ook gewoon geen idee. Misschien het om met de jaren 80 bent te maken. Flock of seagulls. Nee. Nee. Ik heb ja, echt... kan, maar dat. Fuck it. Ja. Flock it. Ja. Flock it. Flock it. Flock voor de PC vandaag uitkomen. Scores. En er zijn al scores van. Dat vind ik wel verontrustend. 61. 61. Gijs. If you can beat him, join him. 69. Nice. Nice. 61. 80. Tagetisch. Oh dear. Ik heb een flauw idee. Klinkt als iets wat ik leuk zou vinden. Ik weet niet waarom. Gewoon flock. Flock. Gewoon flock. Flocking. Oh, hier. Oh, flock. Ja, precies. Ja. Flock. Buddy. Alsof ze maar ergens gewoon... Fuck you, buddy. Gewoon een baan met schijf besteld. Flock. Ja, dat is niet gewoon zo. Ja. Een hockeypuck dan. Jullie maken het wel heel erg spannend. Oh jee. Want Flock voor de PC heeft een 73. Oeh. En jullie zitten allemaal ver onder de 100. Oh, gewoon. Oh. Nice. Ja, dat begon, ver ook, hè. In het begin ging dat wel even anders, zeg maar. Ja, de eerste paar, dat ging een beetje matig. Maar jullie hebben het allemaal heel goed rechtgetrokken. Even kijken. Hoe ga ik dit doen? Ah, Bart heeft verloren. Yay! Met 63 punten. Als je moet verliezen dan netjes. Met zo'n score. Nummer 2 met 58 punten, Gijs. Ah. En Les heeft gewonnen met 47 punten. Hey. 150. Nou, omdat hij gewonnen heeft, mag hij volgende week de quest doen. Oh, Die stond ik sowieso. Ja, goed, en daarmee concluderen deze 207e aflevering van de Mark Gaming Podcast. Wil je meer van ons weten? Check de show notes. Join de Discord. Daar staat de meeste informatie in. De website gaat binnenkort offline. Want daar doen we gefuck mee. En check vooral YouTube ook. We gaan ook live binnenkort. We hebben een pubquiz. Staat allemaal in de show notes of Discord. Join ons daar. En laat weten in de comments wat jouw favoriete frituursnack is. Heb je honger? Een bitterbal. Ja, ik heb honger. Fucking barmschijf. Ik ben heel weinig aan het eten de laatste tijd. Daar heb ik last van. Goed, dankjewel voor het kijken en luisteren. Joris, zien we ons volgende keer. Hallé!